Hoe voel je je? Ja, heel blij. Ja, eindelijk komt er weer een huis. Al 3 winters lang bivakkeren Marga en haar gezin in staakcaravans op hun eigen erf, nadat een boerderij in vlammen opging. Het is kerstavond 2016 als de brand uitbreekt. De familie schrikt wakker van een knal, maar weet gelukkig veilig uit huis te komen. De hele boerderij is afgebrand tot de grond aan toe, zeg maar. We waren alles kwijt tot ons onderbroek. Omdat ze een loonbedrijf aan huis hebben en veel dieren, was ergens anders gaan wonen geen optie. Ze wonen in caravans en op slot zelfs een tijd in een legertent. De plannen voor de herbouw duren veel langer dan verwacht. Er is veel verzekeringswerk en het eerste ontwerp wordt afgekeurd. Tot overmaat van ramp wordt er afgelopen najaar ook nog bij hen ingebroken. Hoe hebben jullie deze winter doorstaan? Nou, een hel is het elke dag. Het is echt heel koud. De wind waait er dwars doorheen. Ja. Hier worden de kids er klaar mee. Ik ben hier dagelijks mee bezig geweest om alles een beetje leefbaar te houden, zeg maar. Het water in de winter bevroren. De septietank was nog verstopt, dus hebben we ook nog doorgespoten, zeg maar. Ja. Dus ja, zo blees je, zeg maar, in de weer. Er moet nog een hoop gebeuren. Ook de oude schuren op het terrein moeten worden gesloopt. Maar nu de eerste paal de grond in is, is dat een groot lichtpunt voor de familie. Nou, we hopen voor de volgende winter. Hopen dat we volgende kerst hier in dit huis de kerst gaan vieren.